middag, bijna avond, want het is alweer 5:30. Ja. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en ik zit nou eens een keertje met mijn eigen bureaustoel weer. Ja, en terwijl ik wel gewoon mijn buikband om heb. Ik mag gewoon zitten. Ja, het lijkt nu dat ik niet recht zit, maar ik zit wel recht. Ja, recht, recht, recht. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze korte gloednieuwe vlog. Zo, 1, 2, licht in de duisternis. Er is iemand ook weer. Kijk, hey! Hoe was het vandaag? Het? Want, vertel. Kom je maar gezellig. Ja. En je kan toch altijd heksen, dat scheelt weer. Ja, vertel. Binnen heksen, is leuk. Oh, en je hebt ook een hele tas mee met lekkers? Ja, met lekkers. En van de verzekeraar. Oh. Is leuk. Oeh, spannend. Een brief, hè? Ja. Dat ik een... Even kijken, je bent één van de winnaars van de 3-in-1 laders, van de Zeekeur. Oh ja. Voor gesponsord. En ze zijn geschikt voor bijna elk apparaat en handig om mee te nemen in de auto. En oh ja. Veel plezier met jou. Is leuk. 3-in-1 lader. Ja, en daar had je inderdaad een mail van, ja, toen. Is leuk, kijk. Oh. Met mijn autootje, klopt. Autootje, kijk. Is leuk. Is leuk, in de auto. Autootje. Autolader. Leuk. Dan kunnen alle, er kunnen een iPhone op en een, ja, kijk maar, dat zijn genoeg kabeltjes, ik weet niet, hoe. Kabeltjes, ja. Alle kabels kunnen. Ja, maar ik probeer het te laten zien. USB en de andere 3 aansluitingen, zoals voor Android, et cetera. Ja! Leuk. En je hebt ook lekkers mee, zie ik. Laat zien. Ja, ik had... Ananas is voor jou, ja. Ananas, slakka. Ja. Nog een paar pineapple. Ja, wat heb je nog meer mee? Bolletjes mee. Ja, nou die mag jij lekker eten, ja, los, ik niet. Losjes. De vriezer. Ja, oké. Okay. Opruiming, even opgeruimd van euro. Ja, dat is mooi. En, het is nat, dus dat doe ik daar al eventjes op. Noedeltjes. Jammer. Ja, ook noedels en nog meer. Noedels. En dan nog hebben we die. Cassava. Nee, geen cassava. Oh. Nog meer noedels. Oké. Ja, kan. Had ik nog noedels of niet? Jij nog wel. Hoeveel? Eén. Mooi, dan moeten we dat even soms even halen. Bij de hoog. Lekker lopen. Even lekker lopen, want ik weet niet hoe laat ze dicht zijn. Maar... Dat niet. Even kijken. Ik denk meestal met sluitingstijd dat ze dicht zijn. Ja, Roma. Hoe laat het is? Ik dacht 7 uur, maar dat weet ik niet meer zeker. Nee, daarom dat ik nu ook even ga kijken. Hoogvliet. Openingstijden. Dank u wel. Ja. Even kijken. Oranje, wit en groen. Dit is waarschijnlijk groene stroom. Ha. Die is voor het koninklijk huis. Ja, doei. En die is voor mijn witte Samsung. Kijk. Het sluit om 8 uur. 8 uur. Vandaag, kijk maar. Winkelcentrum. Sluit om 8 uur, kijk. Hallo. Oh, oké. Okay. 8 uur. Dus dan gaan we zometeen eventjes maar eventjes naar de dingers toe. Oh, even kijken. Ja, die ja waarschijnlijk. Nee, dan moet je er wel goed in steken, schat. Ja. Juist. De witte. Ja, dat is een heel andere. Geen idee wat dit is. Dat is weer voor een andere telefoon, maar niet voor die. Oké, okay, maar als je die niet hebt, dan heb je eigenlijk niks aan. Ja, tuurlijk wel. Dit is voor een iPhone, die ik ook niet heb. Dus ik heb eigenlijk niks aan. Natuurlijk wel. Oh ja, natuurlijk deze opladen. Ik kan dit natuurlijk opladen. Is leuk. Ja, precies. Ja, het zou eigenlijk handig zijn als er een richtlijn zou komen van nou, alles is... mini of micro USB voor de opladers voor de telefoons. Ja, maar dat doen ze niet. Dat is jammer. Ja. Tot daar moet aan. Tot daar moet aan. Ja, het is alweer bijna 6 uur. Ja. Wij gaan zo meteen naar de winkel, Oogvliet, om wat de boodschapjes te doen. Ja. En we nemen jullie gewoon gezellig mee de winkel in. Ja. Ik wil. Ja.
Ja. Is lekker. Heel erg lekker. Is heel erg lekker. Wil je nog wat anders bij lekkers? Groenten of zo, spinazie of zo erbij? Erbij? Wat? Nee, ik heb dat ook niet. Daarom heb ik het ook gevraagd. Wil je dat? Ja, mooi. Even twee. Heb ik weer even nog kennis. En even scannen. Nee, daar. Ja, vier, mooi. Zo, en we hebben even boodschappen gedaan. Ja. Sowieso ook spinazie gehaald, à la crème. Die gaan we ook eten, maar dat doen we niet in deze pannetje. Nee, we hebben een ander pannetje. En we hebben kaasvlees gehad. Ook lekker. Bij de Hoogvliet. Aardappeltjes. Aardappeltjes van 5 kilo voor. 2, nog 3. Nog wat toch? 3,89. Kijk, hij is er van de cijfertjes. Hij is een cijfertjes, man. Yummy. Kijk, speculaas. Ja, mooi. Eigenlijk moet hij zo meteen lekker naar beneden. Straks. Yummy. Wat is dat? Gemba. Twee maal gember, siroopstroop. Hoeveel doe je hier al erin? Alles. Nee, kijk, als je alles doet en dan wordt het hier al wel heel vol. Dus eentje naar beneden, eentje hier. Of allebei naar beneden. Want anders dan pleur je hier al alles vol. Dat is leuk, maar dat is niet handig. Ja, ik ga ook nog wat maken. Ja, is het voor ik, zei de gek. Ja. Ik neem even één. Zo. Ben je lekker aan het beunen geweest, schat? Wat wil je? Chocolaatje. Ik ben zo dol. Ja. Chili. Poeder. Oh. Om te malen, waarschijnlijk. Ja. Te malen. Maar je moet eerst het plastic ervan af. Ja. Maar ga verder. Wat nog meer? Yum. Dat moet dus ook en naar beneden. Ja, wat plakjes. Dat moet dus ook naar beneden, ja. Dan denk ik er verder nog. 6. Moet ook en naar beneden. Ja, dat gaan we hier. Dat gaan we naar beneden. Mooi. Dat mag naar beneden. Mag dit naar beneden. Die mag naar beneden. En als je even twee ijsjes mee wil nemen. Want we hebben ook nog 3 pakken met choco-ijsjes. 2 ijsjes meenemen. En eventjes een kleine zak met bitterballetjes. Is goed. Ja, zie je zo. Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou, dat doet u alleen maar goed, mam. Ja, precies. Yep. En we zijn lekker met eten bezig. Ja! Yeah. We gaan lekker noedeltjes eten. Kijk, dit is mijn bakje. En daar is Roos zijn bakje. Iets meer gevuld. Iets meer gevuld. En dan hebben we hier ook eieren in zitten. Dat nog. Dat nog. Dat nog. Ja, we zijn lekker bezig. Heb je er zin in? Ja. Je rare muts is af. Want je bent binnen. Warm. Oh, arme ziel. Ja. Zit je nu op de Noordpool of zo? Bijna wel. Bijna wel? Ja. Zegt hij ook nog.
bijna wel. Ik was post aan het lopen. Ja. Om gewoon te regenen. Ik heb een beetje last van koude voeten gekregen. Doe anders even je schoenen gewoon uit. Is goed. .nl. Jij zegt dat het anders smaakt. Normaal heb je ook zo goed. Ja, is leuk. Ik krijg al wel meer en meer en conditie, schat. Dat is ook wel weer grappig. En, nou, en toen had mijn moeder weer wat te zeggen. Dus even afluisteren. Nou, oké. Dat heb ik dus nog nooit gehad. Dan moet ik mijn ei er doorheen. Nee. Dat heb ik nog nooit gehad. Lekker. Lekker. Ik weet niet hoe dat goed maakt. Nou, dan moeten we wel eens een keer proberen. Ja hoor. Komt allemaal goed. Als je wat knieën hebt, nou, dan loopt hij denk ik per keer. Of ja, ouderdom komt met gebreken. Het kan ook een slijtage wezen. En ik weet dat hij er tegen is, tegen injecties. Maar het doet even pijn. En daarna, een hele tijd, tenminste als het is wat ik heb, dan... Ja, ik heb ook een klein beetje er wat tussen gepleurd. Dan heb je even pijn door de prik. Hey. Ja, voor jou, ja. Wat moeilijker dan normaal. En nog niet eens de helft. Ja, dan kan je weer wat meer. Mijn nachtje of nee, vanuit de vers. Okay. Denk jij dan? Je moet hier extra dingen in zitten. Nee, dat moet jij niet hebben. Nee, dat gaan we ook maar even niet doen. Wil je eventjes gewoon zo'n zakje voor jou pakken? Gewoon eventjes één van mij, want dan kan ik even filmen. Nou man, ik koop dan deze van Yum Yum. Die is er ongeveer hoeveel cent? Bijna 44 cent. 44 cent. Soms zijn ze 34. Deze koopt Ro altijd en ik koop die van de garnalen. En dan heeft Ro ook nog de extra garnalen. Nee, de woknoedels. Woknoedels zijn gewoon... Even zien. Ja, nou, en die heb ik dus inderdaad gepakt. Zoiets. Dat zit ook in zo'n zakje. Eén zo'n groot. Ja, dit is dan een helft. Maar dat zit dus in zo'n zakje. Ja. Karen heeft die van mij gejat, dat is niet. Ja, is leuk. Nou, en dan doet Rodus altijd daar kruiden in. Hier zitten kruiden in, van even die zakjes. Ja. Die ook zelf laten zien. En dan doen we dus daar altijd nog eitjes bij in. Ja. Dat is leuk. En soms ook nog spinazie. Spinazie erin, dat is ook lekker, man. Ja. Spinazie à la crème dan, dan kan je beter de gewone noedels nemen. Met kruiden erbij, eitje erbij, spinazie. Yep. Want dit is een euro. Dat is een euro. En dit is ook ongeveer bijna een euro. En hier zitten er vier in, dat zijn er maar twee. Ja, dat scheelt weer. Die kosten. En het zijn gewoon dezelfde noemers, ja. Alleen dit is maar. Je was nou net te laat, maar het staat daarop. Schort. Ik zag net in het nieuws Patty Braat in een of andere koelcel zitten. Met een hele grote zak en daar is heel wat vet in gedumpt. En dat is de kilo's die zij kwijt is geraakt. Wanneer dat komt, weet ik niet. Maar Patty Braat, die is dus ook veel slanker geworden dan dat ze was. Ja, joh, dat had ik al lang al in de raten. Joh, dat is heel erg oud nieuws, want die hadden we al lang al in de raten. Dus, maar ik heb ook al met Ro erover gehad. Oh, dit wordt een hele lange vlog trouwens. Okay. Nee, dat ga ik maar niet doen proeven.
Nee, maar zodra ik wat beter na vrijdag, dat is aankomende vrijdag, als ik dan wat meer mag doen. En dan ga ik gewoon mijn ziekenhuisbed er weer uit laten halen en zodat ik gewoon weer de woonkamer op en op de normale manier kan neerzetten. Hoe van is deze? Dat is een beetje kruidloos. Is ook lekker. Dus als je wat kruiden en dingen en spinazie en eieren in doet. Hij is hij is wat milder, wat zachter. Mm-hmm. Ik ga nog een beetje water erbij doen, even weer koken. Zou je hier alvast wel water in willen doen? Ik zag wel hoop. Ja, honger. Heet. Mensen, een eitje snijden wat net uit de water komt, is heet. Kijk. Ik zal hem eventjes pesten. Ja, alweer, joh. Doe gek. Zo. Doe je goed. Ja, ik moest er net eventjes even iets op Steunpunt Nederland neerzetten. Want ik kreeg een melding op mijn telefoon en daar schrok ik nogal van. Het was weliswaar niet hier met de video. Nee, tuurlijk. Maar ja, ik kocht voorheen ook wel eens noedels. Bij Kruidvat. Xenos. Oh, dat mag ook, ja. Die had ze altijd heel goedkoop. Ja. Ja, ik kocht ze bijna nooit meer, omdat mijn mannetje liefde niet van hield. Ja. Dus ja, dan koop je ze niet, want dan je gaat niet voor je alleen nog kopen, want je eet toch altijd samen hetzelfde, dacht ik zo. Wel nee, wij niet. Ja, ik zag dat je ook aan het vloggen was, dus ja, daar zal ik dan ook dan wel met mijn stem doorheen komen en jullie met mam en weet ik veel wat. Nou, hartstikke leuk, goedenavond allemaal, daar aan die kant. Ja. Maar ik ga weer lekker even verder. Jullie ook. Ik ga verder met al je netjes af te kijken. En jullie gaan verder met... En zij doet lekker de persma. Veel plezier erbij. En smakelijk eten. Dat zal wel lukken. Dat zal heel erg lukken. Ziet er lekker uit. Ja, dan moet ik toch ook maar eens een keer even proberen. Ik ga in ons toe en vragen wat die noedels voor nul leggen. En dan zien we dat wel weer. Want ja, in deze winkel waar ze nou in bevestigd zitten, hè. Ja, die is veranderd. Weet ik niet waar ze dat hebben leggen. In de vorige. Nee, ik ook niet. Het scheelt weer. Niemand weet het. Ja, en dat weten wij dus ook niet. Maar wij gaan dus nu even eten. En als we met de tweede ronde bezig gaan, nemen we jullie gewoon weer gezellig mee, toch? Ja, helemaal. Top. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik hou van jou, en alleen van jou. En ik hou ook wel van de diertjes. Van mijn eigen lieve diertjes, daar hou ik ook superveel van. Ja, ik hou van jou en ook van mijn diertjes. Ik hou van jou, alleen van jou. En ik heb een rugzak, maar die heeft iedereen. Ja. De ene rugzak is er wat groter als de ander. Maar iedereen heeft een rugzak. En je weet niet wat daar in die rugzak aan de hand is. Nee. En kon ik dat maar weten, dan kon ik andere mensen ook helpen. Dat scheelt weer heel veel.
Als je mensen kan helpen, je die een grote rugzak hebben, dat zou wel fijn wezen. Als je mensen kan helpen, die een grote rugzak hebben. Maar dan hoeven ze niet altijd alles alleen te doen. En misschien zitten mensen daar wel niet op te wachten. Nee, precies. Maar ik vind het wel fijn om mensen te helpen. Want ook ik heb zelf een eigen grote rugzak. Ja? Ja? Wat? Ik hoor je niet daar, schat. Staat er al een mooie tekst bij? Ja, dat staat er. Mooi, dan kan je die publiceren voor mij, ja. Ja, toppie. Ik hou van jou. En alleen van jou. En van mijn diertjes. Ja. Ja. Zo. Nee, ik hou van papa. Ik hou ook van jou. En ik hou alleen. Oh, want dat is die rammelbak. Ja, oké. Okay. Dat kan ook. Ja. En toen ging Wende er weer even in doen. Ja. Nee, ho. Even cancel. Ja. En ik hou ook van mezelf. En ook al heb ik een hele zware grote rugzak. Ik heb me opgeleerd in de jaren tijden dat ik hier nu woon. Ja, en ik heb een ander leven. Ja. En sommige mensen begrijpen dat niet. Nee. Maar ik hou ook van mezelf en ik hou van jou. Mijn hele hoop van jou. En ik hou ook van Levi. En ook van Draki en van Speedy en van mijn ouders. En ik ben niet gek. Nee, ik ben niet gek. Ik word alleen maar gek, gek, gek. Ja. Ik ben niet gek, maar ik word wel eens soms gek, gek, gek. Ja. Nee hoor. Nee hoor. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. En ik hou van mezelf. En ik heb een hele grote rugzak. Ja. En ik vind koken leuk, leuk, leuk. En dan doe ik nog even deze de zomt in bij. Oh, haha. Schappig is leuk. En dan doe ik weer deze in de vriezer. Ik hou van jou. Alleen van jou. Ik kan niet leven in mijn wereld zonder jou. Of ik kan
Kom, meisje. Wat ben jij beraad? Wat ben jij rustig? Keurig, meisje. Wat ben jij rustig? Ik ben net trots op Lovely. Hé, meisje. Jij. Ik ben net trots op jou. Wist jij dat? Ik ben net trots op jou. Ik wil wat doen, maar het lukt me niet wat ik wil. Het wil niet wat ik wil vandaag. Lovely, kom eens hier. Kom eens hier. Niet? Dan niet hoor. Nee. Nou, dit is het verrassingslekkerste voor mij. Dat is het verrassingslekkerste voor Ro. Nou ja, jullie zien het al. Lekker spinazie à la crème met... Hier is het twee eieren en hier gaat ook nog een eitje voor Ro erbij. En jullie zien het hier al, het verklapt zich al. Kaasvlees, maar... Talala, ik heb hier dus ook nog een airfryer. Ik weet totaal niet hoe dat ding werkt, maar oké, ik druk wat... Het knapt een beetje van aan de binnenkant, maar oké, maakt niet uit. We gaan het gewoon zo meteen lekker eten. Ja, en ik pak gewoon twee kaasvleetjes en de rest is lekker voor Ro. Is goed voor hem. Eten, wikkelen, is goed.